Dit jaar wil ik net als vorig jaar weer de Tour for Life gaan fietsen. In 8 dagen van Italië naar Nederland. Een hele mooie sportieve uitdaging voor het goede doel. Voor de Daniel de Hoed Kliniek, dus voor kankeronderzoek. Dit jaar probeer ik het iets anders te doen. Ik wil eigenlijk proberen een team te vormen. Mijn werkgever, DK Intelligence, heeft toegezegd dat als ik een team van 6 mensen bij elkaar weet te krijgen, dat ze dan begeleiding mee gaan sturen. En misschien ook een camper. Zeker die begeleiding, dat kon wel eens heel erg handig zijn. Sterker nog, ik weet dat het handig is, want naast het fietsen is er een hoop te doen voordat je weer je bed in kan. Je broodpakketje verzamelen, je wasje doen, je devices opladen. En het zou best handig zijn als iemand daar een beetje werk uit handen bij kan nemen. En ook de outreach op social media en zo. Er komt heel veel bij kijken. Ik zat echt soms na een 185 kilometer nog in mijn tent nog te appen om dingen te laten zien aan mijn sponsors van hey, ik heb je shirt gereden. Maar had ik eigenlijk al lang moeten slapen. Dus we gaan kijken of we dit deze keer anders kan doen. Maar dan heb ik dus wat fietsers nodig in mijn team. En nou, dat is waarom ik deze video dus even maak. Want als je nou denkt, hey, dat is een hele mooie sportieve uitdaging. Daar wil ik graag voor gaan. En ook voor het goede doel. Maar lijkt je ook in je eentje fietsen misschien nog wel wat lastig. Kom bij mijn team. Laten we met elkaar dat sponsorgeld verzamelen. En laten we dan gezellig onze energie vooral steken in dat fietsen. Dus als je dat leuk lijkt, als je het goed lijkt, neem contact met me op allerlei kanalen die ik hieronder zet. Dan wie weet kunnen we elkaar een beetje verder helpen.